Hallo, ik ben Roel. Veel mensen hebben last van koude voeten tijdens het fietsen. Ik heb daar zelf ook veel last van. Een van de oplossingen die nog beter werkt dan de traditionele middelen, dat zijn verwarmde zooltjes. Ik heb de zooltjes zelf al getest en ik kan je vertellen, dus uit eigen ervaring, dat het echt heel goed werkt. De verwarmde zool die heeft aan de voorzijde van de voet een verwarmingselement. En dat verwarmingselement dat kan je op verschillende standen instellen. Afhankelijk van de kou of afhankelijk van hoe koud je eigen voeten zijn, kan je wat warmer of juist wat minder warm laten worden. Dat warm worden dat gebeurt middels een accu. En die accu die gaat met een enkelband aan je been zeg maar, vastgezet worden. En dan vervolgens met een stekkertje verbonden worden met de zool. Op de enkelband zit ook een schakelaar. En de schakelaar, daar kan je de zool überhaupt mee aanzetten, want je kan hem uitlaten. En dan heeft hij 3 standen. In de hoogste stand, die werkt vooral goed om de zool snel op temperatuur te krijgen, maar is eigenlijk te warm om normaal mee te fietsen. In de laagste stand daarentegen kun je tot 8 uur lang warme voeten behouden. Een andere manier om je voeten warm te houden is met overschoenen. Een overschoen is eigenlijk een hoes die je over je schoenen heen draagt. Deze zijn er warmer en minder warm. Ze zijn waterdicht, ze zijn winddicht en afhankelijk van de dikte zijn ze meer of minder isolerend, zeg maar. Er zitten ritsen in om ze makkelijk over de schoenen heen te kunnen trekken en ze zijn er in verschillende maten. Let er wel op als je overschoenen koopt dat je ze niet te klein koopt. Als ze te klein zijn, dan trek je ze eigenlijk te veel uit, dan komt er te veel spanning op de rits met als risico dat je ze te snel kapot trekt. En dat zal natuurlijk jammer zijn, want ze zijn niet heel duur, maar het is natuurlijk zonde als ze snel kapot gaan. Ik hoop dat deze producten jou een bijdrage leveren om nooit meer koude voeten te hebben tijdens het fietsen. Mijn naam is Roel en ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt.